Als we ons kijken naar botelmaatschappijen, glasmaatschappijen, mensen wat verpakking verantwoordelijk voor is, vervoermaatschappijen wat afleverings doen en dan zelfs ons restauranten wat rechtig op hierdie stadium op hulle knieën is. Hierdie verbod vat aan allemaal buiten net die wijnbedrijf. Die glasvervaardigingsreus Consol sê sy bedrijf het meer as 1,5 miljard rand tijdens die eerste twee drankinperkings verloor. Je kan je glasfabriek enigszins stop nie. Dit beteken as ons kliënte nie glas by ons koop nie, dan moet ons nog steeds aanhou om glas te smelt sonder enig iets te maak. En dit kost ons 250 miljoen rand per maand, wat je net vir 'n sekere periode kan doen. As jy by daai punt kom, moet ons die lyne begin stop en ons begin mense afbetaal en retrenchments doen. En die meest extreme situasie is, jy moet die oond afsit. En dan gaan het jou 18 maanden tot 24 maanden vat voor je weer kan opstaan. Die glasbedrijf verskaf werk aan sowat 26.000 mensen. Talle werksgeleenthede kan verloren gaan als die huidige verbod voortduur. There are 550 jobs at Consol Glass here. The bottom line is if the restrictions are not lifted, this company is not sustainable. Die wijnbedrijf maakt op glasvervaardiger staat voor verpakkingsmateriaal. Met talle wijnkelders wat nie hulle voorraad kan verkoop nie, bestaan die risiko dat miljoenen liters wijn gemors kan worden.